TBN Prime Alert van dinsdag 2 december 2014. Uw aandacht voor de headlines. BVL acties opgeschort. Plein van 12 mei krijgt kunstmat. Sri Krishna school en omgeving thans milieuvriendelijker. 51-jarige beroofd 62-jarige vrouw. No Quick campagne voor quick veilige Suriname. DC Miranda sluit goudopkoop en verwerkingsbedrijf. RR Tamenga voert verschillende projecten uit. En broer wederom aangehouden in ontuchtzaak. Kijkers, wij hebben u de afgelopen dagen steeds de acties van de leerkrachten van de Bond van Leraren in de huiskamer gebracht. Ook vandaag waar er dan een harde afspraak of een besluit genomen zou worden. En het besluit dat genomen is geworden is dat de acties opgeschort zullen worden. En doorslaggevend is namelijk hierbij geweest de houding van president Desi Bouterse. BVL-voorzitter Wilgo Valies die geeft aan dat zij onlangs bij de president zijn geweest. Die beelden heeft hij ook van TBN Prime Alert in de huiskamer gehad. En daar zijn er dan goede afspraken gemaakt met de president. En partijen die gaan voor een oplossing en om de regering de ruimte te geven om daadwerkelijk voor die oplossing te gaan, heeft de Bond van Leraren besloten om de acties op te schorten. We voeren u naar het moment waarop BVL-voorzitter, de heer Wilgo Valies, een uiteenzetting geeft van de vergadering van vandaag, maar ook motiveert waarom de acties opgeschort worden. We hebben in de afgelopen periode acties gevoerd om ervoor te zorgen dat de regering zich houdt aan gemaakte afspraken. Het is van belang dat de gemeenschap ook weet dat we bijkans 2 jaar bezig zijn om te komen tot een effectieve herwaardering van de leerkrachten. In de afgelopen periode heeft het bestuur van de Bond van Leraren en het bestuur van de FOLS gesprekken gevoerd met de autoriteiten. En ik moet zeggen dat we op onze eigen wijze duidelijk hebben gemaakt dat realisatie niet op zich moet laten wachten en dat de zaken op binnen de kortst mogelijke termijn gerealiseerd zou moeten worden. Gaandeweg het traject met de onderhandelaars van de president was er dus een afspraak dat er per 1 oktober de ingangsdatum zou zijn van de herwaardering van de leraren. En wij werden geconfronteerd met stagnatie vanuit de regering. En wij hebben op een gegeven moment gezegd dat de regering niet slagvaardig genoeg omgaat met de belangen van onze werkers. En op een gegeven moment hebben we een protestactie gehouden om de regering daaraan te herinneren dat ze een afspraak met ons hebben en dat ze daar werk van maken. Die protestactie is op een gegeven moment overgegaan tot prikacties. We hebben tot 8:45 les gegeven en we hebben geprobeerd door middel van deze actie de regering op het juiste spoor te brengen. Maar dat heeft ook niet het gewenste effect bewerkstelligd. Wij hebben afgelopen vrijdag de gang ingezet naar de president. Omdat we van oordeel zijn dat de president op verschillende momenten heeft aangegeven dat de leraren beter verdienen. En dat er gewerkt moet worden aan daadwerkelijke positieverbetering van de leraren. We zijn afgelopen vrijdag naar de president gegaan en we hebben daar onze onvrede laten blijken. De leraren hebben bij de ontmoeting aangegeven dat ze niet eens zijn met de gang van zaken en ze hebben hun vertrouwen op de president gesteld.
Omdat vanwege de verschillende momenten dat de president heeft aangegeven, dat die leerkrachten een betere positionering verdienen. En dat er gewerkt moet worden aan herwaardering. Dat besluit is genomen door de regering onder leiding van de president. En wat wij verwachten is daadwerkelijke uitvoering van die herwaardering. En omdat het uitbleef, omdat het bijna niet duidelijk was wanneer dat daadwerkelijk geëffectueerd zou worden, hebben de leraren gezegd, we wachten al bijkans 2 jaren. En we willen niet langer wachten. We hebben mooie woorden moeten aanhoren van mensen uit de regering. En we hadden daarin volledig vertrouwen. En dat we eigenlijk geen behoefte hadden om tot actie over te gaan. Maar wanneer je zo bezig bent en je merkt dat het uitblijft, dan heb je op een gegeven moment, dan geloof je er niet meer in. En dan zou je als een normale vakorganisaties strijd moeten leveren om dat te bewerkstelligen. De president heeft ons afgelopen vrijdag op een correcte manier ontvangen. En hij heeft ons beloofd dat hij aandacht gaat besteden aan dit probleem. En dat hij gaat werken aan een oplossing van het probleem. En we hebben daar, toen al die leraren voor het kabinet van de president stonden, hebben ze allemaal in koor gezegd, president, we hebben vertrouwen in u. En daar, en met dat beeld zijn we teruggegaan. En het heeft niet eens een uur geduurd, we waren op weg terug naar het centrum van de Bond van Leraren om ons te buigen over hoe moet dat verder. En we kregen een uitnodiging van de president dat we op het kabinet moeten komen. En in principe was het voor ons duidelijk dat de bedoeling is, er zijn problemen, maar we moeten eigenlijk voorbij gaan aan die problemen en we moeten werken naar een oplossing. En dat hebben we gedaan. We hebben de onderhandelaars van de president ontmoet. En bij het begin van het gesprek heeft de voorzitter namens de voorzitter van de vertegenwoordiging van de president, de raadsadviseur Wijnenbos, aangegeven, we gaan eerst zeggen waarmee we moeite hebben met de BVL. En ik mag u zeggen, we zijn vandaag in zo groot mogelijke eenheid hebben we een besluit genomen. Gisteren waren er onduidelijkheden. We waren niet in staat om een standpunt in te nemen. En waarom waren we niet in staat een standpunt in te nemen? Omdat de gemoederen verhit waren. En deze voorzitter is van oordeel dat wanneer we een besluit nemen, wanneer het gaat om onze strijd, dat we helder, dat we zonder emotie dat besluit moeten nemen. En er is vanuit de vergadering zelfs het voorstel gedaan. Voorzitter, laten we een nachtje daarover slapen en laten we morgen dat besluit nemen. Dat getuigt van een behoorlijk verstandelijk vermogen, dat geeft al aan dat we zonder emoties een besluit moeten nemen. Laten we er rustig over nadenken en laten we vandaag een besluit nemen. En dat is vandaag ook gebeurd. In zo groot mogelijke eenheid hebben we vandaag een besluit genomen. En het belangrijkste uitgangspunt om dat besluit te nemen is de houding van de president. Dat de houding van de president doorslaggevend is geweest. De president heeft aangegeven, ik werk aan een oplossing en heeft meteen werk van gemaakt en dat betekent hij houdt zich aan zijn woord. En wij zijn van oordeel dat wij als werknemers, en we hebben ook daar voor het kabinet, hebben de leraren allemaal in koor gezegd, we hebben vertrouwen in de president. Dat we de president de kans willen geven om daadwerkelijk uitvoering
te geven aan zaken wat we met elkaar overeen zijn gekomen. En dat is die herwaardering van de werkers. We hebben het besluit genomen om die acties op te schorten. Op te schorten waarbij het bestuur volledig mandaat heeft gehad van de werkers om aan de slag te gaan. Om met de regering verder te werken aan uitvoering van zaken. En we hebben dit met een stukje verstand gedaan. Want als we emotioneel waren en na ontvangst van deze brief, dan begrijpt u dat de gemoederen vrij verhit waren. Maar we hebben in alle rust hebben we een besluit genomen. En we hebben gekeken naar die samenleving, we hebben gekeken naar die leerlingen, en we hebben gezegd, laten we dat proces een kans geven. Laten we de president de ruimte geven om die zaak te effectueren. Voor de bewoners van het Sigastraat en omgeving, maar met name voor de kinderen, is het vandaag een heel groot moment geweest. Want plein van 12 mei, die is vanaf vandaag voorzien van een grasmat. En dit is allemaal samen gedaan door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven. En dan moeten wel hier de namen genoemd worden van Staatsolie en Telesuur. Het is allemaal voor de ontwikkeling van sport en ontwikkeling van het Surinaams kind. En we spraken hierover met de heer Faisal Abdulgafour. Hij is voorzitter van de Taskforce Sportaccommodatie. Heer Faisal Abdulgafour, voor de mensen hier aan de Van het Sigastraat is het vandaag toch wel een groot moment. Plein van 12 mei ziet er nu helemaal anders uit dan voorheen. U als voorzitter van de Task Force Sportaccommodatie, wat kunt u ons over dit project vertellen? Nou, de overheid heeft de opdracht gegeven aan Staatsolie om middelen te allokeren om landelijk 10 mini-kunstgrasvelden neer te zetten. In dat kader is het ministerie van Sport en Jeugdzaken erbij betrokken, in de persoon van ondergetekende, om landelijk in beeld te brengen welke 10 locaties die ze het best nodig hebben. En we waren afgelopen donderdag 27 november te Belfima, dat is Wintiwai, te Wintiwai, kinderrijke buurt, om daar de oplevering te hebben van ons eerste mini kunstgrasveld. En vandaag zijn we hier te plein van 12 mei, ook een kinderrijke buurt, om een tweede veld op te leveren. Welke zijn de criteria die jullie hanteren om een sportveld te voorzien van zo'n kunstmat? Sowieso moet het in een kinderrijke buurt zijn. Het moet een organisatie zijn die in staat is het beheer en onderhoud van zo'n veld te kunnen voorzien. En het moet een organisatie zijn die een goede samenwerking heeft met de buurt, zodat iedereen gebruiker van kan maken. Ja. Wat heeft dit project gekost hier dan plein van 12 mei? Dit project heeft ongeveer 100.000 euro gekost om dit alles neer te zetten. Ik moet verder Mahasam aan te geven dat het ministerie van Openbare Werken een heel grote bijdrage heeft geleverd om rondom dit veld in orde te maken. Dus er bestaat een goede samenwerking tussen het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van OW en de Surinaamse Sportontwikkelingsfonds. Ja. Waartoe hoopt u dat dit nu mag verder bijdragen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat dit wat we vandaag hebben opgeleverd een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de sportontwikkeling. Een aantal sprekers hebben het al aangehaald. Hier zijn er grote voetballers voor gevloeid. En we hopen dat er met dit project niet alleen beweging wordt gepropageerd vanuit de buurt, dat mensen komen bewegen, maar we hopen ook dat er meer talenten hieruit voortvloeien. Ik moet me haast om te zeggen dat een bijzonder van deze projecten is dat wij bedrijven bereid hebben gevonden om deze accommodaties te adopteren. En Staatsolie heeft Belfima geadopteerd om voor de komende tijden daar te onderhouden. En hier heeft Telesuur de middelen vrijgemaakt om
te onderhouden voor de komende tijden. En alle andere kruivelden die we zullen opleveren, die zullen ook een bedrijf krijgen. Dus vanuit deze plaats wil ik het bedrijf liever oproepen om ook middelen vrij te maken vanuit een corporate social responsibility, middelen vrij te maken om overheid te helpen om deze accommodaties te onderhouden. Ja. To down, eat to go, moet men zeggen. Welke worden de andere 8 buurten? We zijn op 12 december in het district Wanica, te Houtuin aan de Cassialand. Daar zullen we het ook veld opleveren. Op 16 december zijn we te Beekhuizen, Albiflow. Daar zullen we ook een veld opleveren. En dan zullen we in de periode januari weer starten met het aanleggen van de resterende 6. Dat worden de Blauwgrond, Mungo, de Kommerwenen, Groningen, Pontbuiten. En nog een andere locatie die ik nu niet uit het hoofd ken. Ja, het is wel een landelijk karakter. Het heeft een landelijk karakter en het belangrijkste is, het moet een kinderrijke buurt zijn. En iedereen die gebruik wenst te maken op een correcte manier van deze accommodaties moet in staat zijn om dat te kunnen doen. Ja, welke oproep plaatst u dan hier, vooral aan de kinderen en aan de buurtbewoners van het plein van 12 mei? Nou, ik wil ieder eigenlijk oproepen. Niet alleen de mensen van het plein van 12 mei en de buurt. Maar alle Surinamers om meer te sporten. De overheid heeft een plicht om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden om te sporten gecreëerd worden. Met name het hebben van goede sportfaciliteiten. Maar de buurtbewoners, de Surinaamse samenleving, heeft ook een plicht. En dat is een plicht om eigenlijk ook te doen aan sport. Meer nog, om ook ervoor te zorgen dat deze accommodaties goed onderhouden worden, een beetje sociaal bezig zijn om op te letten dat het goed onderhouden. Want het is van ons, het is van de gemeenschap. En we willen niet dat wat er vroeg voorheen gebeurde, dat accommodaties worden opgeleverd of worden bijgebouwd, dat ze na een tijdje weer er slecht uitzien. Dus vanuit deze plaats mijn oproep aan de samenleving. Sport is goed, sport bent. Sport zorgt voor vriendschap. Koge sport, koos weet op zo. Healthy lifestyle. Maar kou, je poest er even toe. Laten we elkaar, met de buurt, met het hele resort kijken hoe we met z'n allen een bijdrage kunnen leveren. Dat dit project en alle accommodaties even mooi zijn dan wanneer het wordt opgeleverd. Dankjewel, heer Faisal Abdulgafour. En we kijken samen met u uit naar de overige projecten. Dankjewel. Een veelgehoorde klacht is dat resortsraadsleden niet werken en gewoon maar zitten te verdienen. Maar dat geldt niet voor ieder, want als we toch wel nagaan, hebben de RR-leden van Tamenga de afgelopen jaren toch wel een aantal belangrijke projecten uitgevoerd voor de mensen van Tamenga, maar ook met name voor het Doekie-project. Een project welke toch wel is uitgevoerd en toch wel naar voren gebracht dient te worden. Dat is het project welke hier in en nabij de Sri Krishna school is uitgevoerd. Vandaar dat we praten met het schoolhoofd van de Sri Krishna school. En dat is dan de heer Glenn Tielek. Heer Tielek, we begrijpen dat de RR-leden van Tamenga toch wel een aantal projecten in en rondom uw school hebben uitgevoerd. Mogen we weten om welke projecten het precies allemaal gaat? Zo, alvast bedankt voor de gelegenheid dat ik het mag vertellen. En in het begin hebben we kennis gemaakt met twee RR-leden, namelijk meneer Gopi en meneer Sundar Prasad. Ja, de heer Krishna Sundar Prasad. Krishna Sundar Prasad en meneer Gopi. En Vinod Gopi. Nou, de manier waarop ze ons hebben gecontact en de gesprekken die we hebben gevoerd, konden we dan in het begin, al prille begin, al zien van dat het wat zou worden in verband met die samenwerking tussen ons als school en hun als RR-leden. Ze hebben alvast ons veel geholpen met onderhoud van het erf en rondom de school, wat een puin was. Vooral de open riolering die we hadden rondom de school. Het maaien langs de bermen, daarmee hebben ze ons in het begin geholpen totdat we op het idee kwamen van, kunnen we niet een plan maken om te gaan werken naar een gesloten riolering. Het is aangeslagen.
Ik heb brieven geschreven, zij hebben ook brieven geschreven naar OW. En op den duur, kijk, ik zit er al 23 jaar hier. Dat betekent dat we zeker zo 21 jaar geheel hebben gewerkt met een open rioolring rondom de school. Wat erg onaangenaam was, de stank, de muggen en onkruid. En daarna werd het ook als dumpplaats gebruikt door de buurtbewoners om alles maar erin te dumpen. Kadavers, noem maar op. Ik heb in het begin geprobeerd om met OW zo'n beetje op te nemen waar ze ons zouden kunnen helpen. Mm-hmm. Dat is zo'n, zeker zo'n 20, 23 jaar terug. En dat wat ze voor ons konden doen is alleen even ophalen die foto en daarna die puin gewoon op de bermen zetten, want ze hadden geen truck om het te vervoeren. Dus op den duur kwam alles weer, al die smurrie weer in die goot. Dus het was eigenlijk onbegonnen werk, wat het dweilen met open kraan. Het is zo ver gekomen dat we zo 2 jaren terug, dat de school rondom voorzien is van gesloten riolering en betegeling. En dat is prima, goede aanblik. En ja, we hebben nu genoeg parkeerruimte, vooral 's morgens als de ouders de kinderen komen afzetten. En ten tweede, we hebben geen last meer van de stank en vanzelf, misschien de plaag is gelijk afgenomen. Het is zo ver gegaan om rondom dat te doen in uw vorm. Dat betekent dat de recreatiezaal ook rondom ook gesloten riolering heeft gehad. En dat stemt goed, hè. Als je zo'n 23 jaar aan hier op school werkt en zo 20 jaar heb kunnen verdragen en daarna komt er een grote, een heel grote verandering. Dat is het wel goed te noemen. En dan kan ik wel zeggen van, ja, de RR-leden hebben hun best gedaan. Ik heb ook mijn best gedaan om hier en daar mijn handtekening te plaatsen, hier en daar contacten op te zoeken en ook brieven te schrijven. En het is gelukt. We zijn de regering voornamelijk, maar vooral de RR-leden. Erg dankbaar, vooral OW en meneer Permisser ook. Nou, erg dankbaar dat wij nu in een milieu kunnen werken waarbij we niet al zodanig mogen klagen over stank en dergelijke. Ja, ik begrijp dat u als schoolhoofd waarschijnlijk ook een verzoek zal indienen om het schoolterrein te laten betegelen, straattegels te laten plaatsen. Oké, en bij mij is het geen prioriteit om het schoolerf te laten betegelen, mm-hmm. Maar die oprit op zichzelf vanaf de straat tot naar een de recreatiezaal toe, als het ware op Rijlaan, dat wil ik graag betegeld zien. Maar het stukje erf waarop de kinderen spelen wil ik graag zien van, voorzien en, zijn van gras of van zand, maar ik wil daar geen tegels hebben. Ja, maar ziet u dat gauw gebeuren? Nou, volgens mij, vooral in deze periode, mm-hmm. zie ik het gauw gebeuren. Waarom praat u over deze periode? Kijk, als je project hebt uitgevoerd, en dan wil je verder gaan, je wil verder gaan. En als dat stukje nog even achterblijft en erbij komt, dan hebben we het project geheel uitgevoerd. Ja, ja. Goed, heer Tielik, blij van u toch te horen dat u samen, dat u toch wel nu een gelukkig mens bent als het aangaat voor wat de Sri Krishna school aangaat en voor wat de werkzaamheden hier betreffen. Mag ik? Bijzonder de kinderen van de buurt, de kinderen die hier op school komen. Voor hen ben ik bijzonder blij dat ze kunnen werken hier op school qua onderwijs en in een aangename sfeer. Ja. Okay. Dank u wel, heer Tielik. Graag gedaan. Oké. De 51-jarige Glenn Eyre is door burgers aangehouden nadat hij een vrouw beroofd had van haar tas met inhoud. De 62-jarige vrouw stond op de bus te wachten aan de Helena Christinaweg. De verdachte liep, gewapend met een houwer, naar haar toe en rukte de tas uit haar handen. Buurtbewoners schoten de vrouw te hulp en wisten de verdachte aan te houden. Vervolgens is hij overgedragen aan de politie van Santo Boma. Hangend het onderzoek is de 51-jarige verdachte in verzekering gesteld. Dit is het busje dat jullie de komende periode vaker door de straten van Suriname zult zien. Want het is het busje voor de No Quick campagne, welke vandaag groots gelaunched is bij TBL Cinemas Backlot.
Suriname Conservation Foundation, SE-MIF, de Smelt Grants Program en WWF Suriname. Die hebben allemaal de handen in elkaar geslagen om dit grootste project op te zetten voor een Kwik Veilig Suriname. Kwik is geen ver van mijn bedshow meer in Suriname. Het is niet alleen maar een probleem in het binnenland, maar we merken dat ook hier in Paramaribo en in andere buurten buiten Paramaribo Kwik thans een groot probleem begint te vormen. Vandaar deze No Kwik campagne. We voeren u naar het moment van de launch en waarbij de verschillende sprekers ingaan op het belang van de campagne, maar ook waarom en ook op de gevaren van Kwik. En nou, al zei, WWF maakt zich zorgen. Ik maak me zorgen. En ik denk dat er best wel wat redenen zijn waarom we ons allemaal zorgen kunnen maken. En vanwege die zorgen zijn we heel blij dat WWF aan deze campagne mee mag bijdragen. Om informatie naar jullie allen te brengen. Om informatie uit ons allen te halen die we kunnen delen met elkaar. En om op te roepen aan een movement om te vragen voor een Kwik Veilig Suriname. Vaak zeggen we met vol trots hier in Suriname, we leven misschien wel in het groenste land ter wereld. En werkelijk, als je over het land vliegt en naar beneden kijkt, of je kijkt satellietbeelden, of voor de moderne scholier, je kijkt op Google Earth of Google Maps, dan zie je dat Suriname bijna alleen maar bos is. En werkelijk zo uniek. En voor een organisatie als WWF is dat heel belangrijk. Want we zijn onderdeel van de Amazone. En de Amazone zien we als een van de belangrijkste natuurgebieden ter wereld. En dat is zo belangrijk vanwege de functie als longen van de aarde. Dat we hier zoveel zuurstof en schone lucht produceren. Dat we bijdragen aan een stabiel klimaat. Dat we heel veel zoetwatervoorraden vanuit de bossen naar de populaties in de steden brengen. Zo belangrijk is het Amazonegebied en zo belangrijk is ook Suriname. En vaak denken we dat als groenste land ter wereld, dat we er eigenlijk heel goed voor staan. Maar als WWF denken we ook dat Kwik het grootste of het ernstigste milieuprobleem is dat we hebben hier in Suriname. En die boodschap denken we dat heel belangrijk is om aan ons allen uit te dragen. En wat weten we eigenlijk over Kwik? En wat weten we eigenlijk over de impact van Kwik? Wel, ik denk persoonlijk dat we op basis van internationale gegevens heel veel weten over Kwik. We weten het is een gevaarlijke stof en het heeft in heel veel landen in de wereld, wanneer het in het milieu kwam, echt tot grote problemen geleid. Maar wat weten we eigenlijk in Suriname over Kwik? Dat is misschien al een heel stuk minder. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we vragen gaan stellen. Vragen aan elkaar, we gaan antwoorden ook proberen te geven. Om te zorgen dat we werkelijk in de toekomst een beeld kunnen zeggen van zo staat het in Suriname met betrekking tot kwikgebruik. En die vraag die willen we natuurlijk ook vooral stellen om te gaan naar een kwikveilig Suriname waarin we ons allemaal veilig kunnen voelen. Dus als WWF hopen we dat u alle de campagne wil steunen. En met het steunen van die campagne kunt u een uiting geven dat u uw zorgen deelt. Met ons allemaal. Kunt u ook een uiting geven dat u wenst geïnformeerd te worden of dat u zelf informatie heeft die u belangrijk vindt om met ons allen te delen. En tenslotte is het steunen van de campagne een simpele oproep om te werken aan een Kwik Veilig Suriname. Dus bij deze wil ik u ook beloven dat de volgende keer wanneer u een van mijn WWF-collega's tegenkomt, dat u gerust kunt vragen om voor u een dansje te gaan doen. Maar ik denk dat we nog eventjes moeten oefenen. Maar ik hoop dat u ons werkelijk op YouTube of op Facebook kunt vinden met ons dansje. Want we staan hier echt achter en we geloven erin dat organisaties zich aan het mobiliseren zijn. Overheden zijn zich aan het mobiliseren. De goudsector is zich aan het mobiliseren. Milieu- en natuurorganisaties zijn zich aan het mobiliseren. Scholieren zijn zich aan het mobiliseren. Dus we denken dat dit een heel belangrijk moment is
waarin we echt kunnen werken aan een toekomst zonder kwik. Dat wij, de Suriname Conservation Foundation, heel graag aan deze campagne meedoet. Ik moet toegeven dat ik heel erg weinig mensen zie, want ik word wat verblind door het licht. Maar dat kan ook een beetje aan mijn leeftijd liggen. Net zoals ik toen ik de mensen bezig zag met hun bodyclap, al moe werd van de gedachte alleen al. Maar laat me vertellen waarom de Suriname Conservation Foundation meent dat dit een bijzonder belangrijke campagne is en dat we daar graag aan meedoen. Kwik is niet zomaar een schadelijke stof, maar kwik kan beschadigen en zelfs generaties lang beschadigen. Wat wij denken is dat de overheid natuurlijk zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft en daar alles aan kan doen wat ze nodig achten. Maar er zijn twee kanten. Je hebt de producenten van de schadelijke stoffen, maar je hebt ook de slachtoffers van de schadelijke stoffen. En wat wij als Suriname Conservation Foundation belangrijk vinden, is dat ook de slachtoffers weten waar ze aan toe zijn. De slachtoffers moeten weten wat hen overkomt. Kwik is schadelijk wanneer je dat in je lichaam krijgt. En het is schadelijk voor je ingewanden. Het is schadelijk voor je nieren, voor je mild, voor je lever. Maar kwik kan ook beschadigen wanneer je kinderen krijgt. Het is zelfs zo dat een volgende het nageslacht door kwikvergiftiging van een generatie daarvoor mismaakt ter wereld kan komen. En het is niet zo dat we dat alleen maar in het buitenland zien, zoals Henna dat zo net noemde, een ver van mijn bed show. Wat dat betreft is een van de belangrijke plaatsen Minamata in Japan. Maar het is ook hier in Suriname al het geval dat, naar ik hoor, ik heb ze niet zelf gezien, naar ik hoor, al mismaakte kinderen ter wereld komen in een dorp als Apatina, waar de mensen zwaar onder de invloed van kwik bij de goudindustrie zijn. En ik denk dat wanneer er ook hier in de stad, ook hier in Paramaribo, kwikvervuiling optreedt, die veel hoger is dan de toegestane waarden, want daar hebben de gezondheidsinstellingen normen voor ontwikkeld, dan mag je daar wel van schrikken, ja. En wanneer ik zeg veel hoger dan de toegestane waarden, dat bedoel ik niet dat ze 2 of 3 maal zo hoog zijn. Maar er zijn metingen in de stad waarbij 60 maal de hoogte zoals die is toegestaan wordt overschreden. En metingen waar mensen gewoon in leven en gewoon in werken. En dan denk ik dat het een kwestie is van goed bestuur wanneer hier maatregelen tegen getroffen worden. Maar ik denk ook dat het van belang is dat de mensen zelf weten waar ze aan toe zijn. Dat ze weten wat de gevaren zijn. Dat wanneer ze nierfalen hebben of wanneer hun lever kapot gaat, dat dat voor de rest van hun leven is. Dat wanneer ze mismaakte kinderen krijgen, dat deze mismaakte kinderen niet gedurende hun leven plotseling weer wel gemaakt worden. En ik denk dat het goed is dat wanneer men beseft dat dit gebeurt, dat men daar ook de eigen verantwoordelijkheid voor neemt om maatregelen te treffen. Daarom zijn wij zo blij dat TBL bereid was deze awarenesscampagne van start te laten gaan. En deze awarenesscampagne zodanig te brengen dat vooral de potentiële, de mogelijke slachtoffers, dat die geïnformeerd worden over de gevaren die kwik met zich meebrengt. Ik hoop dat wij allen hier deze campagne gedurende het komende jaar, maar de jaren daarna, al hoop ik dat het dan niet nodig is, de jaren daarna gaan blijven ondersteunen, zodat wij tenslotte komen op een kwikvrij Suriname. Ik dank u voor uw aandacht. Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost heeft zijn eerste openbare daad gesteld. Hij heeft vanmiddag het goudopkoop- en verwerkingsbedrijf aan de Eldorado-laan gesloten.
De bewoners hebben diverse malen de aandacht hiervoor gevraagd van de autoriteiten, maar er werd geen actie ondernomen. Het is gebleken dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorwaarden van de hinderwet. Ook de protesten vanuit de plaatselijke gemeenschap is doorslaggevend geweest om tot sluiting over te gaan. De zaak blijft tot nader orde gesloten. Miranda heeft bij zijn aantreden gisteren op deze post aangegeven dat recht en wet gehandhaafd moeten worden. Alle bedrijven die zich niet aan de regels houden, zullen worden aangepakt. Miranda vindt ondernemerschap belangrijk, maar de eigenaren moeten zich houden aan de regels. De samenleving mag geen hinder hiervan ondervinden. Wij hebben vandaag een vraaggesprek gehad met twee RL-leden van Tamenga. En het gaat in deze om de heer Rajinder Kumar Gopi en de heer Krishna Sundar Prasad. En ook nog de voorzitter van de jongerencommissie, de heer Jogis Seumbarsing. En het blijkt dat deze mensen de afgelopen 4 jaren toch wel in hun hoedanigheid als RL-leden, maar ook als voorzitter van de jongerencommissie, toch wel tal van projecten voor de buurt Doekie-project en omgeving hebben uitgevoerd. We spraken met hun over de projecten welke allemaal zijn uitgevoerd en ook welke projecten nog allemaal op stapel liggen. En dit is wat de heren allemaal te vertellen hadden. Kijkers, we staan er nu met de RR-leden, de heer Rajinder Kumar Gopi en de heer Krishna Sundar Prasad. En ze worden ondersteund door de heer Seumbarsing. Ja, en de heer Vinod Gopi, die zou in feite ook hier moeten horen. Hij is ook RR-lid, maar die is er niet. Heer Gopi, met u beginnende, we zien dat jullie toch niet als RR-leden blijven zitten. Wat toch vaak genoeg gezegd wordt over RL-leden, dat ze in feite zitten te verdienen, in feite niets doen voor de buurt en weer van zich laten horen wanneer de verkiezingen naderen. Bij jullie merken we dat jullie toch wel jullie handen uit de mouwen steken en toch wel het een en ander doen voor de buurt. Nou, ook van mijn kant goeiedag meneer Ganesh. Hi. Wat ik eigenlijk naar voren wil brengen, na de verkiezingen eigenlijk, toen we gekozen zijn en de mensen eigenlijk ons gekozen hebben binnen het Doekie-project, hebben we vanaf die dag eigenlijk meteen gestart met werkzaamheden binnen het Doekie-project. En dat was ook een uitdaging voor ons, samen met meneer Sundar Prasad en de heer Vinod Gopi. En vandaar hebben we eigenlijk samen met de andere RL-leden, Sundar Prasad en Vinod Gopi, hebben we gezamenlijk het hele Doekie-project zijn we gaan bezichtigen wat voor problemen eigenlijk binnen het Doekie-project eigenlijk aanwezig waren. En welke problemen waren er? En ten eerste zijn we gekomen naar Sri Krishna School. Daar met de heer Tilak hebben we een gesprek gehad. En vandaar zijn we begonnen eigenlijk, hebben we gezien wat er allemaal aanwezig was. Meneer Tilak heeft ons eigenlijk op hoogte gesteld wat er allemaal ook aanwezig was. Samen, gezamenlijk hebben we dat gezien. En wat meneer Tilak naar voren heeft gebracht met de gesloten riolering en zo, zijn we meteen ermee gestart. En dat is in fase gebeurd, waarbij eerst de eerste stappen waren dat we de scholen eigenlijk bezand hebben, de erven en zo. In verband met kinderdag, ja, dat was de eerste jaar na de verkiezing. En zo hebben we ook zelf, wij als RL-leden hebben we bepaalde stukjes van de school hebben ook schoongemaakt en zo. En vandaar is het begonnen. En na de bezanding van de erf zo hebben we direct de richting van de gesloten leren zijn we daar gekomen en kijken wat we daar konden doen. En zo hebben we brieven gezamenlijk geschreven naar OW. En vandaar is het begonnen. En na de eerste stap dat we brieven hebben geschreven en zo, is er werkzaamheden hier verricht. Dat was de eerste fase dat dat ding opgehaald werd. En na de eerste fase, daar is de tweede fase gekomen. En dat was duikerplaatsen. En toen de duiker geplaatst was, hebben ze dat ding bezand. Was het heel goed geworden en hebben we toch geprobeerd om dat ding helemaal compleet te maken. En hebben we weer brieven geschreven en het is weer goedgekeurd. En dan is het zo dat ding gaan betegelen. Dat gezegd hebbende, heer Gopi, heer Krishna, na zo'n project hebben uitgevoerd, motiveert u dat als RL-lid om nog andere projecten voor de buurt te doen? Ja, dus bedankt voor de gelegenheid. Ja. Dus
Wij hebben dus als eerste toch wel zo'n beetje inventarisatie gehouden. En gezamenlijk dus een resortplan ingediend bij het commissariaat. En van daaruit worden dus ook plannen dus gelegd en uitgevoerd. Waaronder dus het betegelingsproject van het trottoir. Dat mensen dus kinderen hier zo toch wel langs gingen. En moeite hadden om op de rijbaan. Dus dat is gedaan. En daarnaast hebben we toch wel gekeken naar wat sociale projecten als ouderen van hier zo. Om toch ze toch wel wat te doen voor ze. Middels het, uitstapjes. We hebben het als eerste genomen uitstapje in Dierentuin. En ja, het was buiten de verwachting wat wij hadden gedacht en al. Dus we waren zo enthousiast en al. Dat ze een dag hebben doorgebracht gezamenlijk met alle ouderen. Dat ze nooit eerder hadden gedaan. En dat vonden ze heel leuk. En daarna werd er toch wel van hun kant spontaan gezegd of er een vervolgproject komt. Hebben toen nog twee keren toe busuitstapjes gereden. Mm-hmm. Laatstelijk nog eind van de week. Mm-hmm. En dat zag je even dat de groep steeds groeiende is. Dus de eerste keer hebben we gaan met een stuk of 50. En afgelopen keer was het zelfs 100 enthousiaste ouderen die, laten we zeggen, op plaatsen zijn geweest waar ze, laten we zeggen, ja, na tal van veranderingen voor het eerst zagen. Hoe het allemaal eruit zag. Dus dit hebben we dus steeds van tijd tot tijd hebben we dus die plannen eruit gelegd. Wat we zelf konden doen gezamenlijk met onze middelen hebben we gedaan. De rest hebben we met behulp van het ministerie van Openbare Werken, het commissariaat gedaan. Dus helaas rest er niet zoveel tijd meer om nog aan het project te kijken. Maar wat wel, dus het geeft er toch wel een prettig gevoel als we kijken dat de straatbermen regelmatig worden gemaaid. En vuil wordt regelmatig opgehaald, waardoor bijvoorbeeld in feite het schone milieu hier zo is. Alleen rest ons nog dat we zijn bezig met OW om de trenzen op te halen. Dus bij de komende regen en al. Dus als dat gebeurt, dan denk ik dat we toch wel zo'n beetje op schema zijn. Natuurlijk gaan we niet alles kunnen realiseren. We komen zelfs dus een tijd tekort. Dus ja, de volgende periode als we nog de gelegenheid krijgen en al, dan denk ik dat we verder zullen gaan. Ja. U als jongere, ja meneer Goppie, maar even hem. U als jongere, wat zijn toch zo'n beetje de zaken die hier spelen aan de doekje weg, zover u dat weet? Nou, de meeste veranderingen zijn al gedaan en we blijven nog kijken wat er gedaan kan worden en zal worden. Is er wel voldoende recreatiemogelijkheden voor de jongeren hier in de buurt? Ik bedoel met sportvelden en al. Wat betreft het sportveld, nou, er is een veld, Ranietbuisveld, aan de achterkant, maar daar moeten de jongeren dan wat bijdrage geven. Dus tegen betaling kunnen ze dan aan sport doen, zoals voetballen of zo. En wij zijn, er is nog een kleine veld en daar zijn we bezig dan langzamer gaan dan aan te pakken, zodat de jongeren gewoon vrij, maakt niet uit van welke ras of cultuur. Vrij daar hun sporten. Ja, kunnen sporten. Dus we willen iedereen bedanken die een en ander eigenlijk bijdrage heeft geleverd dat vandaag de Kieperreact zo en een ander, dat het een ander gezicht heeft gehad. We willen iedereen bedanken. Nou, helemaal duidelijk, heren. Mag ik jullie heel hartelijk dank zeggen. En hopelijk dat het niet blijft bij de projecten die u hebt genoemd, maar dat er nog meerdere projecten gezamenlijk met de buurt en met de desbetreffende ministeries uitgevoerd kunnen worden. Dank u wel en heel veel succes. Oké, dank. Een 14-jarig meisje heeft in het weekend aangifte gedaan tegen haar broer. De 32-jarige SZ zou haar seksueel hebben misbruikt. De verdachte is op grond van de verklaring van zijn jongere zus aangehouden. Opmerkelijk in deze zaak is dat de verdachte recentelijk vrij is gekomen. Hij moest 7 jaar brommen voor seksueel misbruik van een ander zusje. Deze zaak is nog in onderzoek. De verdachte blijft vooralsnog aangehouden.